dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ben jij een nieuwe kijker? Hoi, mijn naam is Denise Anna en superleuk dat je op deze video hebt geklikt. Vandaag is het alweer de laatste aflevering van de serie Hashtag Primark Maandag. Zelf vond ik het een hele leuke serie en ik zal het heel erg leuk vinden als die weer een keer terugkomt. Dus wil je nou dat we deze serie nog een keer gaan doen in een andere maand? Laat het me eventjes weten in de comments en als dat zo is dan maak je mij blij en misschien maak ik jullie dan net zo blij. Goed, je hebt het al kunnen zien aan de thumbnail of kunnen lezen in de titel. Maar vandaag hebben wij een Primark Home Decor shoplog. Het is een mond vol, maar het is wel hartstikke leuk. Want als je mijn verhuisvlogs een beetje volgt of mijn Instagram, dan weet je dat ik druk bezig ben met verhuizen en dat ik dus uit huis ben en ben gaan samenwonen met Menno. En mocht je Menno niet kennen, dat is mijn vriend. Hier even een foto. Love it. En het hele proces van verhuizen, dat heb ik allemaal gevlogd. Dus even denken, deze vrijdag komt aflevering 2 van de verhuisvlogs. En in deze aflevering ben ik heel veel kasten en allemaal dingen in elkaar zetten. En daarbij komen natuurlijk ook de nodige irritaties kijken. Dus ja, kijk die video vooral ook. Vrijdagmiddag om 3 uur staat hij online. Maar goed, nu eventjes terug naar deze video. Ik heb dus allemaal home decor geshopt bij de Primark. En ik ben er, weer super blij mee. Ben jij een nieuwe kijker en zou het leuk vinden om mij te blijven volgen? Vergeet dan zeker niet om heel even op die abonneerknop te drukken. En natuurlijk op de notificatiebel. Dan zou je als allereerst op de hoogte wanneer ik een nieuwe video online post. En niet te vergeten, dan hoor je ook bij de hashtag Denise Anna's Club. De shout-outs van deze video die komen nu in beeld. Super leuk dat jullie bij de Denise Anna Squad horen. Ga vooral zo door. En wil je ook een keer een shout-out, zorg dan dat je bij de Denise Anna Squad hoort. En wie weet zien we jou in de volgende video wel terug. Goed, met dat gezegd hebbende, laten we gewoon lekker beginnen met de video. Oh my god, een tasje. 3 tasjes. Nou ja, 2 grote en een kleine tas voor. Waar zou ik eens mee gaan beginnen? Nou, weet je wat? Ik pak gewoon meteen lekker iets groots uit deze tas. En dat is deze lamp. Over alle trouwe kijkers, misschien hoor je het aan mijn stem, maar ik had de afgelopen 2-3 dagen bijna geen stem. En hij is vandaag weer een beetje terug. Dus ik probeer echt al het geluid wat ik kan produceren, ik doe mijn best ervoor. Dus mocht ik af en toe even wegvallen of even naar adem happen, dan weet je waardoor het komt. Maar goed, deze lamp. Ik zal hem meteen eventjes openmaken. Oké. Goed, deze lamp. Ik vind hem super leuk. Hij is wit met hier hout. En even kijken, kan die jou aan? Oh nee, daar moet de batterij in. Size AA. Heb ik hier batterijen of heb ik dat hier niet? Moment, volgens mij heb ik hier aan het batterij liggen. Kijk aan. IKEA got my back. Even kijken, AA. Wat is AA? Allebei. Oké, mooi. Zo, daar ben ik weer. Zo moeten er 3 in. We gaan nog een keer. Zo, poging 3. Daar ben ik weer. Ik ga eventjes batterijen erin doen. Ja. Oké, wij zijn er weer. Nou, de lamp, hij staat aan. Er komt niet heel erg veel licht vanaf. Nou, kijk maar. Dit is het licht wat er vanaf komt. Nou ja, misschien moet je hem ook niet echt aanschaffen voor het licht. Maar meer omdat hij er zo super cute uitziet. Deze lamp die past gewoon echt perfect in mijn nieuwe huis. Want ik heb in mijn huis heel veel wit hout. Ook wel wat zwarte dingetjes. Het is echt zo'n Scandinavische stijl. En daar hoort deze lamp natuurlijk gewoon helemaal perfect bij. Ik wilde eventjes wat foto's nu invoegen met hoe het eruit ziet. Maar ik ga dat toch maar even niet doen. Want ik wil straks het eindresultaat ook in de video laten zien in een home tour. En die komt, ik denk, over 3 weken online. Dus dat duurt nog eventjes. Maar dan zien jullie gewoon het hele geheel helemaal mooi in één keer. Goed, deze lamp die was, die is 10 euro. Ik ben er helemaal blij mee. En het volgende dat ik heb gehaald bij de Primark, dat is dit bakje. Dit is een ladebak. Ja, dit is gewoon een doorzichtige plastic bak met 2 grote laden erin. Wacht, ik wil het ook even openmaken. Is dat ook dat je, als je nieuwe spullen hebt, dat je het meteen uitpakt, meteen openmaken. Ik heb altijd met alles, wil ik het meteen uitpakken, openmaken, meteen al het afval weg en dan lekker van genieten van mijn nieuwe spullen. Zo, dit is hem. Nou ja, wie kent ze niet? Misschien heb je het gezien, misschien ook niet. Maar ik heb in mijn nieuwe huis een eigen kleedkamer, inloopkast / beautykamer. Dus ik heb er echt zo'n mooi make-up tafeltje waar ik dus mijn make-up kan doen. En dan kan ik ook meteen mezelf aankleden daar en kleding uitzoeken. En ja, het is echt gewoon dreams come true. Love. Voor dat make-up tafeltje heb ik deze aangeschaft. Ik heb echt een obsessie.
En ik schrik er zelf van met bakjes, laadjes, dingetjes, gewoon organizers. Ik heb echt gewoon een overschot aan bakjes in mijn huis. En ik heb ook echt een overschot aan kastje. Ja, ik denk elk kastje van Ikea staat in mijn huis. Omdat ik weet niet, ik heb zo'n hekel aan losse rommeltjes. En ik had zoiets, nee, we kopen gewoon allemaal kastjes. Zoveel mogelijk bakjes. Ik wil geen losse rommel. Dus dit is ook weer een van mijn bakjesverslaving. Deze die was duur. 10 euro of 12 zelfs. 12 euro. Ik vind het echt belachelijk duur voor de Primark. Like, even serieus. Primark. Oké, maar goed. We gaan door naar het volgende item. En het volgende item, dat zijn deze geurstokjes. Oh, ik was even out of focus. Maar het volgende item, dat zijn deze geurstokjes. Deze die kosten 1,50 euro. En ze heten Pink Peony, Peony Rose en Apple. Geen idee, ik heb al echt, ik denk, 6 soorten geurstokjes in mijn huis staan. Weet je wat het ook is? Ik vind het altijd heel vies als mensen echt een hele erge huisgeur hebben. Ja, er is niks mis mee natuurlijk en waarschijnlijk heb ik dat ook. Maar sommige mensen die hebben zo'n sterke eigen geur, een huisgeur. Gewoon dat alles daarnaar ruikt als je dan daar binnen bent geweest. Ik weet niet, ik vind dat, ja, heel eerlijk, niet heel erg fijn of zo. Ja, ik weet niet of het heel lullig is of zo, maar ja. Kant op. Dus dat. En daarbij heb ik terwijl ik in de rij stond, nog even ertussen uitgevist. Maar vaccinelichtje met een geur, als het goed is. Ja, clean cotton. Zal wel. Ik vind het helemaal prima. Ik ga vanavond lekker kaarsjes branden. Maar goed, deze die kostte 1,20 euro. En het volgende wat ik heb gehaald, dat is dit bakje. Ja. Wat erg, al die bakjes van mij. Ik spoor echt niet. In ieder geval dit bakje. Ik heb namelijk, als je bij mij de voordeur binnenkomt, heb ik een salontafeltje. Echt. Hele leuke. En wij gooien altijd onze sleutels er zomaar op. En zonnebrillen, losse rommeltjes. Ja, daar ga ik weer. Dan gaan mijn haren, die staan recht overeind bij het woord losse rommel. Dus ik dacht, nou, we gaan hier een bakje. Dan kan hier alles mooi in als je binnenkomt. Je sleutels, je zonnebril, je kauwgom. Misschien dat ik er nog een parfumetje of iets inzet dat als je weggaat nog even hup kan sprayen. Ja, hoe doen jullie dat? Voor de mensen die het kijken en die ook op zichzelf wonen, echt. Als je tips hebt over, maakt niet uit van alles. Laat eventjes weten in de comments. Bijvoorbeeld, waar laat jij je sleutels en wat doe jij met je parfum? Is het raar dat je een parfum neerzet voordat je de deur uitgaat? En ja, laat even jullie tips weten. Ik vind dat wel handig. Goed, dit bakje dat was 3 euro. En het volgende wat ik heb gehaald bij de Primark, dat is deze. Koffiebeker to go. Als jullie misschien wel of niet weten, ben ik koffieverslaafd. En ja, koffie is eigenlijk eerst wat ik drink als ik opstaan. Maar ik moet soms ook gewoon vroeg de deur uit. En dan vind ik het heel chill om een koffie mee te nemen. En ik kan nog geen to-go beker. Goed, dit is hem. Een lekkere grote glazen koffiebeker. Ik weet niet of het heel slim is dat het van glas is. Maar ja, joh. Handig voor onderweg, toch? En even kijken. Deze koffiebeker die was 9 euro. Holy moly, wat duur. Sorry, dat ligt toch niet aan mij, jongens. Het is toch echt duurder geworden. 9 euro voor een beker bij de Primark. Dat is echt wel heus. Zelfs H&M of zo heeft goedkopere bekers. Goed, we gaan door. En het volgende wat ik heb gehaald bij de Primark, dat is Prosecco. Prosecco geurkaarsje. Hier staat ook op Hello Prosecco. Oh, wat slecht is. Dit ruikt ook niet naar Prosecco. Dit ruikt gewoon naar een hele goedkope wc-verfrisser of zo. Even kijken. Deze kaars die was 5 euro. Vind ik ook echt belachelijk duur. Ik vind hem wel grappig. En het volgende wat ik heb gehaald, dat is, die heb ik ook laten zien in mijn Primark shoplog. En ze staan echt fantastisch. Ik vind ze zo gaaf. En ik kreeg ook allemaal vragen van mensen. Joh, waar komen die vaasjes vandaan? Superleuk. Dus ik heb er nog eentje gehaald. Want ja, waarom niet? En deze die ga ik denk ik op de slaapkamer neerzetten. Want daar is nog een beetje kaal. En deze die is 6 euro. En dan zijn we aangekomen bij het laatste item van deze shoplog. De home decor shoplog. En dat is, en dit is zeg maar zo'n ding waar je foto's op kan klemmen. En ik vind het heel erg leuk denk ik voor op de wc. Want die is ook nog een beetje kaal. En ik vind het wel leuk om een beetje gekke foto's en zo eraan te hangen. Gewoon als mensen naar de wc gaan dat ze even kunnen kijken of zo. Ja, weet ik veel. Ik zie nu ook weer wel een beetje met het dingetje dat die goud is. En dat we echt nul goud in het huis hebben. Dus misschien is het, leuk om wat goud toe te voegen. Hè? En deze die kost ook 10 euro. Even kijken. En dan hebben wij alles gehad. Hè? Ja, ja. En omdat je tot dit gedeelte van de video hebt gekeken, heb ik een hele leuke winactie. Dit is alles wat je kan winnen. We hebben hier allereerst een bubbelmasker. Verder dit hele schattige notitieboekje met gouden glitters en een turquoise band. En ik heb hem zelf ook, ik vind hem zo chill. Ook heb ik hier voor je bullet journal een hele mooie brush lettering set. En daarbij deze notitiestickers voor in jouw bullet journal of in je agenda of waar je hem ook eigenlijk wil gaan plakken.
En als laatste deze patches voor op bijvoorbeeld een spijkerjasje of je schoenen of op je broek. Wat je hiervoor moet doen, dat staat hier beneden in de beschrijving. De winnaar die maak ik volgende week bekend hier beneden in de comments. Nou, dit was hem dan, mijn home decor shoplog van de Primark. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En dit was ook meteen het einde van de serie hashtag Primark Maandag. Aankomende maand is er weer een nieuwe serie. Ik verklap lekker nog niet welke serie dat gaat worden, maar hij wordt weer super leuk. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!